De Duitsers hebben een mooie benaming daarvoor, voor IMO. Dat telt ook voor onze club, voor altijd. Altijd blijven we NEC'ers in hert en nieren. Terugblik Emmen. Wij geloofden er nog in, 4-1. Iedereen dacht het kan nog. Wat een inzet nou wel. Waarom kan het nou wel? Leg dat maar eens uit aan de supporters. Ananas Hakkeba, een voorbeeld voor alle spelers. Die zei het nog. Het hele seizoen zat in dit duel. En hij had nog gelijk ook. 15 keer gescoord en dat is niet slecht. En die Braken, wat ging die gozer erop, ja? Geweldig! Favoriete speler, Sven Braken. Hij werkte als een peert. Hij gaf alles in de spits. Moest geblesseerd het veld verlaten. En die Bas, die kunstfluiter uit de Achterhoek. Is dat niks van André Vieux? Die liet veel te veel toe. Dat tijd trekken, ik werd er strontziek van. Een gewone gele kaart en dan doen ze dat niet meer. Betonstation hebben we al gevonden. We zien met de eigenaar al overeen. We zien al vast begonnen hoor. De bouwvergunning is binnen. We gaan een nieuw fundament leggen. Gewapend beton met versneller erin. Bouwen aan een nieuw team. We moeten wel binnen de hekken blijven wat het geld betreft. Polen werken hard. We hebben Golla als koppelbaas benaderd. Twee stukken doors voor hoge ballen. Voor in de kool. Timmerlui die aan de weg en het veld timmeren. Opperlui die achterin opruimen. En spelers die bij mooi weer ook s'avonds willen trainen. Min of plus Polen, het maakt niks uit. Ten slotte, mocht het volgend seizoen weer niet lukken, maar dat gaan we niet van uit, dan halen we een ring van het stadion af. Dan zitten we lekker dicht op het veld. Er komt een vrouw bij de huisarts. Ik heb allemaal zwarte puntjes aan de binnenkant van mijn been. Die dokter kijkt en die zegt, inderdaad, werkt die man soms in de bouw? Ja, hij is timmerman zetten. Aha, dan weet ik de oorzaak. Hij moet, als hij thuis komt, zijn potlood achter de oor weghalen. Ik ben ook heel benieuwd te kijken hoeveel spelers naar onze afleveringen, hoeveel shirtjes ik dit jaar ga krijgen. Je kunt ze gewoon afgeven op de Wereldse Weg. Dit jaar was het goede tijden en slechte tijden. Dan laat ik in de kerk in het midden of het meer goede tijden was dan slechte tijden, maar dat moet je zelf maar bekijken. Gelukkig hadden we zondag na de wedstrijd de dag van het levenslied. En dat vergoeden een hoop. Daardoor kregen we toch weer positieve energie en leuke dingen gezien. Een hoop jongens die kampioen waren geworden, jullie wel, wij niet. Maar dat gunden wij de jongens van harte. Ik wil ook nog OHC 4 succes wensen. Ze zijn bijna kampioen. Nog een klein stukje jongens, succes. Bedankt namens mij, Henny Lindels van de Riefkuksjes. En Henny Ritmeijer van de camera en het geluid. En niet te vergeten de editors, wat het ook mag zien. Let even erachter. Ja. Jongens, tot volgend seizoen. Nijmegen, Nijmegen, Nijmegen. Oeh, oh.